zonnetje. Hoe kan dit nou? Check die even op zijn eigen zwembad. Dit is natuurlijk alles. Opboord! Ook alle winkels dicht. Leuk knorretje. Ze moeten eten. Ja, dit is de lange. Kijk, hier komt een karkas even. Hij ziet jullie. Het is een beetje slanglucties. Hier ook een huisdier. En dan zijn ze weer samen. Dat is een gekko. Een huisdier. Tja, de vogelspin. Bedankt voor de gezelligheid. Een hele goede... Morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En jawel... We zijn heerlijk aan het uitrusten bij Recreatiepark Het Zand. Ja, dit park is eigenlijk officieel nog niet open. Maar omdat wij hier onze serie het opnemen waren en het hele corona gebeuren uitbrak en de scholen dicht gingen, mochten wij hier nog wat langer blijven. Dus vandaar dat wij hier nog lekker in het park, in het bos, in de natuur zijn. Zo, terwijl wij alles aan het afruimen waren, aan het afwassen waren, keek hier door het raampje, zijn de kinderen heel schattig. Lucilla op het ene wipwapje en Lux op het andere zit Luan. Zit de wipwappen veilig in het bos. De kinderen zitten ondertussen alweer lekker in de speeltuin. Daniel die doet even het afwasje van vanochtend van ons ontbijtje. En jullie zien het goed. Hier hangen allemaal kleren van de was die we hebben gedaan. Omdat we natuurlijk niet echt van plan waren hier zo lang te blijven. Omdat we het niet wisten dat het hele corona gebeuren zo heftig uitpakte. Waren we hier eigenlijk maar voor één weekendje. En hadden we dus niet heel veel meer kleren meegenomen dan één setje voor de kinderen. Omdat ze... eigenlijk het hele weekend de cowboykleren aan hadden. En toen bleek dat we eigenlijk dat scholen sluiten en horeca sluiten en al dat soort dingen sluiten. En, mochten wij dus van de ontzettend lieve eigenaren van deze camping, mochten wij hier blijven. Omdat we hier best wel in isolatie zitten, zeg maar. Ver weg van de drukte, midden in het bos zoals jullie zien. Dus dat was wel heel erg lief. Alleen ja, we hadden natuurlijk onze kleren en ook ons eten en zo niet echt erop aangepast. Vandaar dat Daniel van de week wel wat boodschapjes heeft gedaan. Alleen ja... De kleren zijn we nu echt iedere dag aan het wassen. Gisteravond gingen we in de douche. En de kleren, de broek ging mee, de t-shirt ging mee. Gewassen, opgehangen. Alleen ja, het is nu nog steeds een beetje nat. Dus ik zag dat we hier ook een Bristol hebben. En we gaan zo heel eventjes langs de Bristol. De kinderen blijven even echt in de auto zitten. Daniel blijft in de auto zitten. En ik ga heel voorzichtig de Bristol in. En raak alleen maar de dingen aan die ik echt nodig heb. En ontsmet daarna weer alles. Om heel even wat extra broekjes en truitjes voor de kinderen te kopen. Omdat ik gewoon voor de rest niks anders heb. En we zijn hier nog wel even. Want we mogen hier nog wat langer blijven dan tot woensdag. Want het is vandaag woensdag. Zeiden, joh, blijf nog maar wat lekker langer in het park als jullie winnen. Woesel en Pip hebben het ook heel erg naar hun zin. Zoals jullie zien. Die zijn er aan het rennen. Dus super lief natuurlijk. En we zitten midden in de natuur. Heel erg mooi hier. In dit superleuke boshuisje, boslodge. Bij een supermooie recreatieplas, Het Zand. Dat hebben jullie gisteren ook gezien in de vlog. Gisteren de hele dag zijn we buiten geweest, in de frisse lucht geweest. Hebben we takjes, diertjes, insecten gezocht. En bij de plas rondgelopen, van het zonnetje geniet, gepicknickt. Dus in dat opzicht voelt het wel een beetje... als een soort van vakantie, terwijl we eigenlijk best wel in gekke tijden zitten. En de kinderen zijn eigenlijk iedere ochtend lekker de deur uit. Vooral Luxie, die is helemaal gek van buiten spelen. En dan kunnen we lekker spelen. Hey, op het springkussen, want we hebben hier een springkussen. We hebben daar een springkussen. En wow, 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 wow. En kijk, hier nog verder is een hele grote speeltuin waar eigenlijk dus helemaal niemand is. Wil je een schommel? Zullen we samen van de glijbaan? Nee, ik wil van de glijbaan. Nee. Dan ga jij kijken naar mama. Mama van de glijbaan, goed? Maar ze in de vindt hem zitten. Eng. Ze vindt hem eng. Ja, die vind je eng, maar die gaat een beetje hard, hè? Oeh, doet mama dan. Ik zie. Lekker naar de glijbaan. Ja, schatje? Ik kan zo schommelen. Oké. Okay. Ja. Kijk maar, wie daar zit. Oh, Luxie in de schommel. Kijk dan. Ik kan zo schommelen. Oeh. Kijk dan. Heerlijk. Goed zo, Sil. Ja. En dan ga je eerst vaart maken. Ja, en dan? En dan gaat ze zitten. Ja, goed zo, Sil. Luxie ook lekker in de schommel. Oh, kijk dit dan. Dit is toch heerlijk, zo lekker in het bos. Ja, we gaan naar de schommel. Wij gaan even naar de glijbaan. En
En zoals jullie hebben kunnen zien, hebben we gisteren allemaal takjes en blaadjes gesprokkeld in het bos voor vandaag. Want we gaan vandaag straks hele bijzondere dieren voeren. We zijn namelijk bij de lodge, waar wij dus de videoclip hebben opgenomen, waar onze cowboy-serie is opgenomen. Super mooi daar. En Dave en Amber, zijn vrouw, hebben... Oh, oké. Okay. Dave is een vrouw, die dus, waarvan dus deze lodge is. Dat is echt een super toffe feestlocatie is. Ja, je kunt nu even geen feestjes geven, maar als straks corona voorbij is en je zoekt een feestlocatie, even een dikke shout-out naar de lodge. Want het is echt een toplocatie. Maar ze hebben dus 40 dieren daar. Meer die, dan 40? Meer dan 40 dieren. Ook reptielen hebben ze, ook kamelen. Ja. Echt slangen. En hagedissen. En ze hebben katten. En ze hebben ook nog... ezels. Oh ja, en nog geiten. En ze hebben ook nog twee parkieten. Dus... en de kinderen zijn daar helemaal weg van. Ze zijn helemaal into de dieren daar bij Dave en Amber. Dus hun zeiden, nou als jullie nog langs zijn, kom dan straks even langs. Want dan gaan we de dieren voeren en dan mogen de kinderen meehelpen. Dus hoe cool is dat, jongen? Cool. Hij straks de dieren voeren, hè? Ja. Maar... welkom. maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst van deze glijbaan. Wow, jee. Eigenlijk is het 5 tot 6. Hè? Eigenlijk is 5 tot 6. Wat? De leeftijd? Ja. Oh, mijn mama, die kan nog wel voor 5 door. Toch? Woah! 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 Die ging best hard. Gaan ze trouwens ook nog heel eventjes langs de Action. Die zit naast de Bristol. En dan ga ik ook nog even wat schoolspulletjes kopen. Maar meer daarover, dat zien jullie morgen in de vlog. Oh, daar komt Luan aan. Wow! Zo, dat was een mooie schuiver, jongen. Ja, dat... altijd op de buik, want dan gaat hij het hard. Oh, ja, ik zag hem. Hé, Woesel. Nu ga ik. Oh, nou gaat Lucilla weer naar de glijbaan. Ga zo meteen jij weer. Ik ga zo meteen weer. Ja, Luxie ook? Ja. Luxie nog even... Nee, Luxie die wil lekker in de schommel zitten, schatje. Ik vind ze echt leuk. Ja. Ja, ik ga kijken. Ga je zo? Ja. Ah, doet ze het vaker? Lucilla die doet een poging om naar boven te lopen. Ik moet zeggen, Sil, dat je dat aardig goed afgaat. Snel naar boven, snel naar boven. Kijk of Lucilla het lukt om die glijbaan helemaal naar boven te klimmen. Bijna, 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 bijna. Mama. Ben? Ja, mama. Ja. Nee, oh, Sil, hand, hand, hand. Ja, goed man. Wat goed van jou. Oh, echt. Lekkere buikschuiver, Sil. Yo! Oh, dat is de achterkant. Dat was je achterkant, hè? Ja. Daar staat vader. Wat staat hij te doen? We gaan eens even inzoomen. Vader staat zijn tanden te poetsen. In het zonnetje. Wat gaan we doen nu? Kijk dan. Jongen. Oeh. Wow. Goed, joh. Knap man, hartstikke goed gedaan. Lucilla wil dat kunstje ook even laten zien. Ik heb maar 3 keer geoefend, maar ik nou. Vind het wel heel knap. Goed, Cecile. Wow. Iets ja. Goed joh. Want eigenlijk is het een wipwap, maar wij gebruiken het als klimrek. En dan weer naar beneden. Mama. Oh, hè? Hoe kan dit nou? Draait het wel. Draait Lucilla niet? En Luan wel? Of Luan wel en Lucilla niet? Laat het weten in de reacties. Nee, ik weet het. Zal ik het uitleggen? Nou. Kijk. Deze ding kan ja? niet draaien. Kijk, kan niet draaien. Oh. Maar deze ding. En als je zo trekt. Aha. Maar aha. Als er een kind zit. Aha. Deze erom draaien. En dan zit die persoon hier. En die draait mee. Aha. En dan lijkt het. Dat diegene die eigenlijk niet draait, dat hij toch het lijkt dat het dan wel gaat draaien. Je willen gaan weg. Luan en ik hebben een heel erg leuk idee voor in deze vlog. En jullie kunnen allemaal meedansen. Alle kids onder ons. Je papa's en mama's mogen ook meedoen. Dat is hartstikke leuk. Want het cowboy liedje van Luan is natuurlijk online. Ja. Check die even op zijn eigen YouTube kanaal. Die is super vet. Cowboy.
Ja? Oké. Okay. En Luan, die heeft een heel leuk dansje daarmee gedanst. Met Lucilla natuurlijk en met de dansmeiden. En die kun je zien in deze clip. Alleen het dansje is natuurlijk in de clip niet helemaal goed te zien. Dus wat wij gaan doen in deze video is wij gaan het dansje voor jullie uitleggen. Zodat jullie thuis allemaal kunnen meedansen. En dan gaan we het refreintje doen, hè? Ja. Van ik ben een cowboy. Ja? Oké, daar komt ie. Doe een refrein en die gaan we aan jullie laten zien. Ja. Eerst beginnen we. Ik ben een cowboy. Ben cowboy. Nee, man. Oh. Ja. Ik ben een cowboy. Nee. Ik ben een cowboy met een lasso in mijn hand. Ja, dank je. Ik ben een cowboy. En je doet alsof je een hoed hebt, zeg maar. Dus met de ene hand doe je ik ben een cowboy. Alsof je zo je hoed zo doet. Mama. Dus eigenlijk, ik ben een cowboy, met een lasso in mijn hand. Mam, ik begrijp niet, want ja, maar het is, ik het is ben een cowboy met een lasso in mijn hand. Oh, het is langer. Ja, dus kijk, eerst een duimpje, dus eigenlijk een duimpje. En een wijsje naar je buik. En dus ik en dan ben een cowboy. En dan doen we... Ik ga jullie iets naar achter. Zien jullie mijn scherp benen? Zijn. Scherp. Dus ik ben een cowboy. Met een lasso in mijn hand. Ik ben een cowboy. Met mijn lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop. En dan doen we de volgende. Zet mijn hoed op mijn kop. Eigenlijk dus. Zet mijn hoed op mijn kop. En die doe je zo op je hoofd. Net als je het hoed op je kop doet. Ik ben een cowboy. Zet mijn lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen aan de kant. Daarna zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen aan de kant. Wat komt daarna? Die heb ik aan hun laten zien. Oh ja. Ik ben een cowboy. Oh ja. En ik heb aan jullie laten zien. Ik doe hem 5 keer achter elkaar, okay. Ja? 1, 2, 3. Ik ben een cowboy met een lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen aan de kant. Ik ben een cowboy. En dan kijk. Geweldig. Dus eigenlijk maken we een vuist. Mama. En die sturen we een beetje. Dus eigenlijk zo. En dan doe je je knieën. Zo, zie je het? Zie je het? Dus zo. 1, 2, tik, tik. 1, 2, tik, Mam, tik. Die laten we toch staan? Dit laten wij staan, hè? Oh. Want eerst was het zo, dat weet je. Ja, gewoon zo. Tik, tik, toem, toem, tik, kijk, tik, toem, toem. Eigenlijk net dat je op de wc zit. Ja, ik doe gewoon een beetje gek. En dan maken we pistool. Dus niet zo, maar nog één erbij. Een pistool. En doen we ook bij de andere. Ja. En dan doen we dit. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Nu blijven we. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ik ben een cowboy. Met een lasso in mijn hand. Zet een hoed op mijn kop. Iedereen aan de kant. Ik ben een cowboy. Die doen we daarvoor. Cowboy. En dan doen we dit. Ja, ben dat was cowboy. Hem. Zet een lasso in mijn hand, zet een hoed op mijn kop. Iedereen aan de kant, ik ben een cowboy. Dat was hem. Dat was hem. Applaus. Zou ik nog echt de allerlaatste keer? Ja, ik ga mijn luxe spelen. Ik doe hem nog. Ik ben een cowboy. Zet mijn lasso in mijn hand, zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen aan de kant, ik ben een cowboy. Geweldig. Nou, dit was even de dansje. En nu gaan we weer verder spelen in de speeltuin. Dus nu weet je het dansje van refrein. Dit was niet echt van het hele nummer. Maar dit was eigenlijk dus van het refrein. Dus die kan je dus dan, als je de clip aandoet. Zo. Als je de clip aandoet. Dan is het dan mee met het refrein. En die gaat dus, die begint, ik ben een cowboy, ja? En dan moet jullie meedoen. En kijk dit stukje. Hoe vaak je maar wil, dan ken je hem echt. En dan, als je later ook nog een danser wilt worden, kan je dansje ook van mij nog. Wij zitten in de auto
voor de Action. De Bristol is helaas dicht wegens corona, maar de Action is nog wel open. Dus ik ga even kijken of ze nog wat kleren hebben voor de kinderen. En wat schoolspellen, maar dat zien jullie morgen wel om. Ik hoopte bij de Action misschien een spijkerbroek te vinden, want mijn beide spijkerbroeken die ik mee had zijn gesneuveld met de opnames. Ja. Omdat ik moest springen over de paardenhekken heen. Ik heb hier nu die Action joggingbroek. Maar wat ik denk, mama, Action, ook mijn kinderzwarte joggingbroekjes. Witte was krijg ik niet wit op de hand. We hebben doekjes mee, dus ik heb mijn handen al schoongemaakt. Doe ik zo meteen weer als ik binnenkom. Ik raak niks aan dan alleen maar wat ik nodig heb. En blijf 1,5 meter van afstand van andere mensen. En ik ga even kijken of ik nog wat kan scoren op de valreep. Ja. Voordat deze Action ook dicht gaat. Voor jullie ook allemaal zwarte joggingbroekjes, denk ik. Meer is het niet. Kinderen blijven in de auto en papa blijft in de auto. Tot zo, mijn liefste. Tot zo. Dit is natuurlijk al supergoed. Ook hier hebben ze allerlei maatregelen. Dus ik heb een doekje. Waarmee ik dus niet het karretje, het mandje ga pakken. Hier heb ik een mandje. Zo. En dan maken we die eerst even schoon. Voordat we hem aan gaan raken. Van de Action die nog net open is. Hij zei net ook binnen van ze kunnen ieder moment ook dicht gaan. Dus ik ben een soort van net op de valreep. Ik heb even allemaal spulletjes in huis gehaald. Ze hadden daar geen en niet heel veel kleren meer. Ik heb wel wat. Dus ze kunnen wel wat aan. Hier staat ook een schoolbord. Nou. Dus dan doen we allemaal rekensommetjes en moet ik die opschrijven en bedenken. Ja. Dus dan, maar dat gaan we morgen doen. Morgen gaan we naar school. Goed? Ja. Nou, de auto dicht. En dan gaan we snel onze handen even ontsmetten met doekjes. Hallo Luxie. Kijk, doekjes. Ja, jullie ook. Ja, genoeg doekjes mee. Had je poepje? Jullie gaan ook even ontsmetten. Zo. Ja. En dan mama ook even handen ontsmetten. Wel goed hoor, ze hadden van dat spul daar in de winkel en zo. En er waren meer mensen ook die voor de Bristol en zo kwamen. Maar iedereen is nu de Action. De Action zei ook van nou, wij gaan waarschijnlijk ook bijna sluiten. Dus ik was echt een soort van op de valreep. Want dat gaan hier ook alle winkels dicht. Dus ik ben blij dat ik nog wat heb. Nog een tip? Je moet nu naar de benzinepomp de auto helemaal vol gooien. De benzine tanken. Want de benzinepomp gaat ook waarschijnlijk dicht. Gaat die ook dicht? Ja. Nou, echt? Ja, als ze hier dicht gaan. Dan gaan ze ook dicht. Nou, de auto ook even vol tanken. Ja. Ja, en ik wil de auto vol tanken. Maar ze zeggen zelfs hier voor het coronavirus moeten we nu handschoentjes aandoen om te tanken en op de pinknopjes te drukken. Zo, wij zijn inmiddels weer aangekomen hier bij de lodge bij Dave. Goedemorgen Dave. Goedemorgen. En de kinderen hebben gisteren al heel veel gesprokkeld in het bos. Ja, hebben jullie veel lekker natuur in geweest? Gevonden? Ja. Kijk, we hebben hier een hele grote doos. Ik ga even kijken wat jullie allemaal van. Wow, dat is veel. Daar hebben ze insectjes in gedaan. Ik weet niet of ze nog leven, maar dat was ook een heel spannend gebeuren. Een lieve heersbeestje. En dat was een kever, pas. Een vissenbedden en een spin. Oh. En er komen boomschors. Ja, zeker. Er zijn ook binnen diertjes. Ja. We gaan binnen beginnen. We gaan binnen beginnen bij de diertjes en buiten. Ja. Mocht dat leuk of niet? Kijk, Luxie doet even haar slaapje. En we gaan eens even kijken. Is Sophie, zei Dave, hè? Ah, hallo, ja. Sophie. Hallo, knorretje. Knorretje. Oh, kijk dan. Oh. Schattig, Elcilla. Dat is wat anders dan een woesel en een pipje, hè? Ja. Zie woesel kijken dan. Woesel. Wat is dat woesel? Woesel. Zo. Nou, kijk, dit is het kantoor van Dave, waar papa ook de vlog altijd heeft mogen uploaden. Dus gaan jullie dat ook zien? Hier heb ik heel... Dave kunnen jullie de vlog zien, hè? Mogen we hier elke dag uploaden? Hier staat, ik doe de kinderen. Oh, ja. Kijk, dit is het kantoortje waar we s'avonds... Op de camping hebben we natuurlijk geen internet. Of in ieder geval heel slecht internet. En gelukkig heeft Dave hier wel internet. Dan mogen we even hier gebruik maken van zijn wifi. Dus iedere avond gaan we, als ik de video heb geëdit, gaat Daniel weer hierheen. Dus ongeveer een paar kilometer verderop. En dan gaat hij even de video uploaden. En dan komt hij s'avonds laat weer thuis. Maar Luxie zit even hier te slapen. Kijk, en hier hebben we al eerste diertjes gespot. Dat zijn, dit zijn de pakketjes. En hier is al het werkplekje. Dit is het werkplekje. Mag je elke avond bij Dave gelukkig de vlog uploaden? Ja, gaan we uploaden. Is de vlog van gisteren?
Ja. En hier is hij nu alweer 31%. Hij heeft de hele nacht in de bosloods aangestaan, was hij maar 20%. Ja. Maar hier gaat het veel snel. Ja, super. Zo hebben jullie wel gelukkig elke dag gevlogd, dankzij Dave. Zijn glasvezel. Ja, zijn glasvezel. Wij zijn hier in het domein van Amber en Dave. Hallo Amber. Hi. En ik schrok net een beetje. Opeens. Papa heeft een spin vast. Wat heel spin. Grappig is. Dit is het oude jasje van de spin. Het is niet een echte spin. Dit was een jasje. Hij is net vervuild, zeiden ze. Oh, ik giebel daar altijd van als dat Kijk, dit is dus het jasje van de spin. Jasje. Gek, hè? En daar is de echte spin. Die uit het jasje gekropen is. Wow, een grote lip. En de andere hondjes. En hoe vaak heeft een spin een nieuw jasje? Nog een spinnetje. Och. Ja, hier zit Grietje. Grietje. Een hele leuke spin. Die heeft krullen. Ze noemen dat een krulhaarspin. Ja. En het lijkt net alsof ze de hele dag krulspel erin heeft gehad. Net als Oma vroeger had. Grietje? Grietje. Grietje. Kijk, hun woonkamer is zelfs helemaal into the jungle. Heb je dat gezien? Ja, en mam. Kijk dan hoe leuk. Dit is nog een spin. Wat is dit? Ook een spin? Ja, en mam. Oh, wauw. Ja? Een kever. Kijk. En kevertjes. Een kever die komt uit Afrika. Echt waar? Kijk daar. Wow, er zijn drie. 1, 2, 3. Precies. Ze zijn drie. Kijk, 1, 2, 3. Supermooi. Ze lijken wel een beetje licht te geven. Zie je dat? Ja. Een groen lichtje. Ze moeten eten. Dus ik stel voor dat jullie mee eten gaan maken. Oh. Wat zullen kevers eten dan? En jouw doos staat daar op. Dit is dus hun woonkamer. Echt super mooi. Overal is het allemaal mooi groen. Het lijkt echt alsof je hier in de jungle bent. Wat is er? Oh. Ja, mooi hè? Wat zit hier? Ja, zoek maar. Wat zit daarin, in die bak? Gifkikkertjes. Gifkikkertjes? Zullen we eens even kijken of zo. Echt? Ja, dat is er eentje. Wow! Mam, die is mooi! Ja? Ja? Ja, maar waar? En hiervoor? Oh, ja! En daar ja. Oh ja, ik weet niet of jullie ze zien met die spikkeltjes. En daarachter zit er ook één. Wauw. Kevers eten pap. Ja? En banaan. Echt? Dus dan mag jij de banaan prakken door de pap. Oké. Zo, dan kun jij wel. Nou, Luan die is een papje aan het maken voor de kevertjes. Kijk, wat zie je? Ja? Oh. Is dit genoeg of nog meer? Je mag hem nog iets meer prakken, want kevertjes zijn een beetje lui. Oeh, dat is heel gek. Dus we moeten opletten dat ze niet ontsnappen. Maar hoe gaan we dat dan doen? Je gaat hem er gewoon in zetten. En zo snel mogelijk erin. Kijk eens, ik doe deze open. En dan mag jij hem erin zetten. Zet hem maar bij die kever voor zijn neus. En dan doe ik hem dicht. Wow, dit gaat snel. En dan moeten we even afwachten. Zo, reus of roos? En weet je hoe ze die eigenlijk noemen? Die komen ook uit Afrika en die noemen ze stinkkevers. Ah. Ja, en als ik het deurtje open doe, gaan ze stinken. Echt waar? Ja. Jee. Hier komt een kevertje uit, een pop noemen ze dat. Even kijken of ik een larf tegenkom. Dit is de larf. Van een rozenkever. Oh, jee. Oh, hij beweegt. Ja, dat is maar goed ook. Oh, dat leeft. Net zoals een vlinder die eerst van een rug. Ja. En die wordt dan, maar dan in een kever. Dus eerst leggen ze eitjes, dan komt dit eruit. Ja. Ik ga er dus, want die bijten dus echt. Oké. Ja, maar ik heb het nog nooit gehad, maar ik voel die behoefte ook niet om mijn vinger erin te steken. Nee. En dan wordt... Oh, hij beweegt. Eeuw. Ja, dus ik ga hem weer gauw... ik ga hem weer gauw in zijn huisje leggen, zo. Anana. Zullen we eens eentje pakken? Ja, ik dacht... Die moeten ook nog eten, namelijk. Gaan we even het deurtje open doen. Ze zitten altijd als één familie heel gezellig bij elkaar. Het zijn eens kakkerlakken. Wel grote kakkerlakken. Heb je er één? Oh, jeetje. Wow. Die zijn groot. Nee, joh, is niet één. Nee, joh, wil je op je hand? Oké. Er kan niks gebeuren. Hij is niet vies. Nee. En weet je wat? Normaal moet je heel voorzichtig met dieren zijn. Ja. En met deze ook. Maar als je hem per ongeluk laat vallen, dan gebeurt er helemaal niks. En als je er heel lang en heel goed naar kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk best wel grappig zijn. Wow, een lekker massage. Oh, ja. Oh, Luan, je hebt hem gewoon vast. Oh, dit is cool. Oh. 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 Dat
Is dat niet erg? Nee, nee, nee. Oké. Okay. Kijk, hoor je? Oh, ja, ik hoor het. Boos. Oh jee, kijk dan. Ja, omdat hij viel, zegt die potje al. Oh. Niet laat vallen. Hij kriebelt inderdaad. Ja, en net zoals je een massage krijgt, hè? Ja. Zo lijkt het erop. Wauw. Kijk. En wat is dat zo? Ja, wat wil je weten, schat? Voltsprietjes. Dat zijn zo'n voltsprietjes. Ja, dat dacht ik al. Wij zijn mee aan het tasten om te kijken of er nog iets lekkers te vinden is. Maar dat heeft hij niet. Dus wij gaan hem zo lekker een hapje eten voor hem maken. Oh, je hebt wel honger. Dit is het pakje voor de kakkerlakken. Nou, maar wat zijn dat handige dieren? Dus ja, die maken echt alles schoon. Nou, die is echt handig. Durf jij het erin te zetten? Ik durf het wel. Jij wil, hè? Dat dacht ik al wel. Niet bang zijn, ik ben het maar. Is er nu? Ah, goed gedaan, jongen. Kijk, hier komt een kakkerlak voorbij. Even zwaaien in de vlog, meneer kakkerlak. Ja hoor, goed in beeld. Zie je dat zil? Hallo. Maar hij is echt even aan het zwaaien hoor. Hij pakt zijn momentje, zie je dat zil? En nu gaan we eventjes de handjes wassen. Het is tijd om de volgende diertjes in bad te doen. Oh, en wat voor diertjes zou dat nou zijn? Ja, dan zegt dat al. Durf jij deze te pakken? Nee. Ik ga gewoon te slangen. Nee. Kijk dan. Oh, maar je pakt ze gewoon op. Ja, tuurlijk. Wow, kijk dan, een reuze slakken. Jeetje. Hoeveel zitten erin? Ik heb geen idee. Oh, kijk dan. Maar wel een stuk of 9. Daar zitten. Oh, er zijn er echt heel veel. Oh, en daar. Kom maar, zegt hij. Nee, dat ziet er leuk uit. Dus ja, Sil vindt het een beetje spannend allemaal, hè, die diertjes. Oh, gaan ze even lekker ballen. Kijk, die ziet er raar uit. Ja. En nu is het water ook helemaal vies. Kijk, hier hebben we de slak. En die is even aan het kijken. Wie zijn dat allemaal? Oh, kijk, dat zijn echt hele kleine oogjes. Zie je ze? Daar zo. Klein, hè? Denken, hé, hey, er zijn even nieuwe vrouwtjes en baasjes die me nu in bad doen. Hallo, slak. Een beetje kalk en lekker fruitjes voor de slakken. Oh ja, dan zijn ze er allemaal uit. Ja. Paas, sorry. Gekkers. Ja, ik wil ook nog een stukje. Steven heeft lekker een roomboter. Ja. Wij hadden nog een kerststol of een paasstol. Luxie is ook wakker en Luxie weet even niet wat ze ziet. Want hier zitten allemaal reptielen. Zie je dat, Luxie? Lux, hey. Dit vind jij cool. Hè? Wat is dat hagedisje? Oh, dat is super vet wat ze hier. Dit zijn echt ontzettende dierenliefhebbers. Ze zijn 24 uur 7 bezig met al deze dieren die ze hier hebben. En je ziet ook hoe mooi ze alles hebben aangelegd. En hoe goed ze alle dieren verzorgen. En dit is dus een... Je ziet nog meer. Kom. Ik weet niet wat dit is. Hier hebben we de poes. Die is hier. En kijk, Luxie. Hier hebben we de slang. Ja. Dit is een roze slang. Wat is dat? Dit is ook een echte slang. Even Luxie, kijken wat hier is. Nee, dit is een slang. Wow, wow, mama. Wat zie is je er nog een? Deze is een slang. Kijk, Luxie, echte slang, jongens. Kijk, hij ziet jullie. Ja, nou deze is... ik gebruik al mijn dieren voor de demo's. Dus deze zijn allemaal hanteerbaar. Hanteerbaar. Ja. Dat is Bertje. Bertje is een baardorgaan. Agaan? Baardorgaan. Baardorgaan. Dus niet een soort salamander? Nee, nee. Een hagedis. Okay. Een hagedis. Een hagedisachtig. Een soort hagedis. Smiechtje. Zo heette mijn katje. Smiechtje. En Joop, en Mientje, en Muisje, en Moosje. Oh, een soort gedenksteentjes. Ja. Een hondje. En dat ook. Dus Miepje. Maar zijn dat wilde dieren? Oh, nee. Kijk. Wauw. Ik pak juist expres een klein slangetje. Een mini-slang. Oh. Deze is heel licht. Ja. En deze, ik hou hem heel voorzichtig vast. Ja. Je moet niet gaan bijten. Nee, de slang bijt niet. Je arm. Ja. Wow, dit is cool. En hij is zich nu aan mij aan het vasthouden. Hij is aan het snuffelen aan mij. Of ik mijn handen wel goed heb gewassen. Ja. En ik, hebben jullie gezien. En dan komt hij even bij jullie snuffelen. Hij is heel vriendelijk. Ja. Want ik kan zien wanneer een slang het niet leuk vindt. Okay. Weet je wat ze dan gaan doen? Ja. Dan gaan ze met hun gezichtje terug. En dan gaan ze een beetje schudden met de bips. Gaan ze met een staart trillen. Eeuw, dat voelt raar. Ja, maar iedereen denkt dat het slijmerig is. Maar dat is helemaal niet. Hoe voelt het dan? Hoe jij voelt het? Jij moet het over mij voelen. Het lijkt op een worstje. Dus het voelt een worstje? Het als een worstje die nog niet is gebakken. Een zo worstje die nog niet is gebakken? Of een rubberen fietsband. Ja, dat lijkt zo. Oh, ja, ik snap wat je bedoelt. Het is een beetje stroevig.
Juist. Wow. Voel je dat zelf? Cool dat je dat... En hij gaat, maar hij gaat gewoon snuffelen? Ja. En als je het heel eng vindt, kun je hem nog beter om je nek houden. Want als je hem per ongeluk laat vallen, dan vindt de slang het natuurlijk niet fijn. Nu is de slang op de grond aan het kruipen. Zie je dat, Luxie? Hé. Hey. Ja, goed hè? Dat is een slang, Luxie. Zie je dat? Hé, hey, dat is een lieve slang. En heeft de slang ook nog een naam? Pinky. Pinky. Pinky, want hij is roze. Ja, en die andere Pinky. Heet Stinky. Oh. Is ze doen, die hoeft alleen maar knap te zijn. Het is een mooie ketting zo. Een slangenketting. Okay. Ja. En als je die leuk vindt, haal ik hem gelijk weer weg. Nee, nee, die is voor cool. Wauw. Wil je nou ook een huisdier, een slang als huisdier? Ja, heel graag. Ben ik begonnen met twee honden. Nu een hamster en nu heel graag een slang. Je moet je niet bij de hamster zetten, hè? Nee. Maar dan komt het niet goed. Wat gebeurt er dan, denk je? Als je de slang bij de hamster zet? De slang de hamster gaat opeten. Ja. Ja, ja, die kans zit er dik in. Ja. Ja, net zoals een muis. Ja. Ja. Mijn slangen eten ook muizen. Alleen wel dode muizen, hè? Geen leven. Nee. Hallo. Nu. Ja, dit is toch cool? Ja, dit is cool. Kijk dan. Oh, hij moet me inderdaad goed vasthouden dat hij niet valt. Ja, maar hij houdt zich wel aan jou vast. Ja? Dus je hoeft echt niet bang te zijn dat hij naar beneden valt. Ja, tussen mijn sjaal? Ja, dat is lekker warm. Ah. Wow. En hoe oud is deze slang? Deze is 12 en ze worden 12? Ongeveer 18, ja. 12 jaar? Ja. Heb je hem ook echt 12 jaar? Ja, ja, ja. Dus hij is echt super aan jou gewend. Ja, slangen hebben geen emotie met mensen. Oh. Dus hij is... En dan zijn ze weer samen in de kooi. Mooi hoor. Hé, dat was wel super cool, jongens. Hebben we echt de slangen gezien en vastgehouden? Ja, Luxie. Ja, en die? Ja, ik heb nog een veel dikkere. Maar slaapt deze of zo? Want hij ligt al heel lang. Nee, maar kijk eens naar de kleur van zijn... Oh nee, hij had gisteren blauwe oogjes en dat wil zeggen dat hij moet vervellen. Oh. Wat betekent dat dan? Dat hij een nieuw velletje krijgt. Dus er komt een stukje huid, laat los. Ja, je ziet daar ook een beetje die plooien zo. Ja, en die moet vervellen en misschien heb ik hier wel een velletje. Maar hij ligt gewoon te wachten tot zijn vel eraf valt. Nee, daar moet hij echt wel voor werken. Dan kruipt hij uit. Okay. Oh, dat is het velletje. Dit is een velletje, alleen zijn hoofd is af. Oh, dat maakt niet uit. Wauw. Een soort papiertje of zo lijkt het wel. Oh, kijk. Dat is een gekko. Oh. Zie je dat? Die lag lekker te slapen. Freek. Ja? Freek. Ja? Nou, die heeft keers een wilde gekko gezien. Gekko, ja? Gekko, ja. Die gaan we geven. Die gaan we opvoeren. Dat zijn eitjes van een kwartel. Van vogels. Ja, Luxie is met de hond aan het spelen. Ik heb een diertje die er heel graag lust, maar die eet ook vlees. Dus ik ga nou vlees snijden. Ja, Luxie, dat zijn de kevertjes, schatje. Mooi, dat zijn de kevertjes. Ja, 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 ik kijk. Ik moet kijken van... Kijk, ik ben heel ziek. Ze zijn het eten. Ja. En Luxie, kijk. Ook nog de kikkertjes zien. Ook de kikkertjes zien. Ja, Luxie sliep toen net natuurlijk. Waar zitten ze? Moet kijken, waar zijn de kikkertjes? Man, daarboven. Kijk, zie je? Oh ja, daar. Kijk, zie je? Daarboven, daar. Dat is een blauwe kikker. En er zitten denk ik ongeveer, want ik heb er 5 gezien. Dus ik denk dat ze er 5 zijn kikkertje. Cool, hè? En ik zag net ook nog een gele. Mama! Ja. Ja, mooi allemaal, hè? Zijn allemaal het is echt hier een hele bijzondere dierentuin eigenlijk, hè? De heel zachtjes naar dit diertje gaan. Dit diertje kan heel goed horen. Oh. Wat zit daar nou in? Oh, wauw. Zien jullie dat? Kijk. Oh, jeetje. Vestertje. Hoe heet die? Vester. Vester. Je mag hem aaien, heel voorzichtig. Oh, wauw. Je vel, Vester is hartstikke lief. En dit is een? Dit is een verraan. Een verraan. Het is een meisje. Oh, en hoe oud? Weet ik niet, want die, is van een die hebben ze bij een vriend van mij. Ja? Hebben ze die eigenlijk een beetje gedumpt, min of meer. Oh, ja. En ik vond hem zo geweldig. Dus ja. Nu zit ze lekker bij mij. Oh, je hebt hem ook echt zo vast als zo'n huisdier. Deze vindt het ook echt lekker om geaaid te worden. Ja, dat zie ik. Slangen vinden dat dus niet fijn. Nee, dat is zo schattig. Oh. Oh, ze gaat eten. Oh. Kom maar, kom, ze gaan eten. Kijk, ze gaat eten. Wat is hier een grote kooi? Hij is echt gewend met die grote kooi. Ja, een hele grote kooi. Zo. Mooi, hè? Als ze wil eten, kijk.
kijk, ze wordt verlegen. Vesje. Vesje. Hé, hey, schatje, kijk eens. Goed zo, popje. Goed zo. Oh, kijk dan. Oh, wauw. En ze hebben tanden en zo? Om het, ja, ze hebben tandjes. Ja. Hele kleine, scherpe, gemene tandjes. En als deze je bijten, houden ze ook echt vast. Dan krijg je ze eigenlijk bijna niet meer los. Nee. En dit zijn eigenlijk de een van de weinige reptielen die je dus wel herkennen. Waar je dus zo van je band mee krijgt. Wauw, wat bijzonder. Wow. Deze krijgt het vitamintjes erbij. Maar als ik nu op het vlees leg, lust het vlees niet meer. Het is niet van die soorten konijnen heb jij. Of van die hamsters. Maar meer echt die in de wildernis leven. Kijk, ze slikt hem gewoon in één keer door, hè? Hij eet niet zo netjes zelf, zei hij. Maar dat maakt niet uit, dan mag ze van mij. Zie je dat, Luxie? Gaat hij eten? Hier ligt ook nog een hele erge grote slang. Ik had jou helemaal niet in de gaten. Kijk, daarboven. Mam, ik had hem helemaal niet in de gaten. Ik ben hier beneden. En daar ligt ook nog een slang. Is dit een echte alligatorvel? Ja, ja, deze is honderden jaren oud. Ja? Die is al heel oud. En het grappige is, hij is... Jeetje van een bek. Dit is cool. Pas het hondje zo in. Ja, kom. Ja. Ga ze de bek. Super bijzonder om te zien hoe ze hier al hun dieren houden. En hoe goed ze er ook allemaal voor zorgen en zoveel van weten. Echt een heel indrukwekkend bezoekje, kinderen. Dit. En tot slot gaan we even bij Greetje kijken. Oh, dat is een spin. En als je vogelspin op je hand hebt, is dat het enige wat een beetje kan kietelen. Die haakjes. Ja, maar niet zoals een prikje. Oeh, de velletjes van Greetje. Ja, je ziet het amper, maar hier zitten hele kleine weerhaakjes. Wow. Ja, dit zijn zijn tandjes. Dus die zwarte dingetjes. Ja. Die zijn lang. Ja, cool hè. Dan weet je dat spinnen heel schone diertjes zijn. Als ze gegeten hebben, zijn ze uren bezig om hun tandjes te poetsen. Dan zitten ze... Dit is echt hun tandjes te poetsen. Hoe ontzettend knap ze is. Dit is Greetje, de vogelspin. Maar kijk, Luxie, niet aaien. Kijk met de oogjes. Kijken. Dit is een spin, Luxie. Ik heb jullie gevraagd om spulletjes uit het bos te halen. Ja. Nou, ik maak dus mos, leg ik allemaal in die bakjes neer. Ja. Want ik vind het leuk als ze wat plantjes hebben. En als spinnetjes in huisje. Nou, hoor, Luan, papa zit hier met Dave op het kantoor even te werken. Je hebt alle middelen die je zelf moet verzorgen. En we mogen nog een andere dag terugkomen om ook de beutendiertjes te doen. Ja. Anders past het op de video aan. Nou, kijk. Daar zijn ze. We gaan andere middag de boterdiertjes mogen voeren. Ja, dus dat bewaren we voor. Nou, gezellig Amber en Dave. Bedankt voor de gezelligheid vandaag. Hè? Maar voor nu gaan we lekker eten. En we hebben ook een leuke video opgenomen op Luan's kanaaltje. Moet je maar even kijken. Wij zeggen bedankt voor het kijken. Doe de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En op ons belletje te klikken. Zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Doei. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.